Op 5 mei 1945 hebben de Duitse troepen zich in Nederland aan de geallieerden overgegeven. Dit gebeurde in Wageningen in Hotel De Wereld. Duitsland dat totale vernietiging tegemoet ging, gaf zich onvoorwaardelijk over. Generaal von Blaskowitz ondertekende de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Voorafgaand aan 5 mei wordt daarom op 4 mei de Nationale Doodherdenking gehouden. En op 5 mei viert Nederland de Bevrijdingsdag. Wageningen neemt door de capitulatie in Hotel de Wereld altijd een speciale plaats in bij de viering en herdenking. De stichting Wageningen 4-5 organiseert 4 en 5 mei onder andere de nationale bevrijdingsvuur Estavette, het bevrijdingsdefilé en een van de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland. Meer dan 100 vrijwilligers en 15 mensen op kantoor zijn druk bezig met de laatste puntjes op de i te zetten voor het komende bevrijdingsevenement, dat ook door veel mensen uit de regio wordt bezocht. We zijn er nou absoluut klaar voor en we hopen zoveel mogelijk mensen, hopelijk, met mooi weer te mogen verwelkomen op 4 en 5 mei. Nou, op 4 mei beginnen we met de stille tocht eh, de van de 4 mei werkgroep. De fantastische vrijwilligers, die ook dit jaar weer een heel programma hebben samengesteld. En de stille tocht start om 7 uur bij de Johannes de Doperkerk. En dan lopen we naar het monument voor de gevallenen waarom 8 uur eh, de dode herdenking is. Vervolgens hebben we van 9 tot 10 eh, op het Wikterrein bij het hoofdpodium een eh, herdenkingsconcert. Klanken van medemenselijkheid. Een heel bijzondere uitvoering van de Koninklijke Militaire Kapel, Johan Willem Friese, 55 orkestleden. Waar we het verhaal van medemenselijkheid vertellen. Hoe je met medemenselijkheid mensen kunt helpen in tijden van oorlog en onrust. En vervolgens hebben we hier op het 5 mei plein, vanaf 11 uur Vuur van de Vrijheid. In samenwerking met de NOS en Theater naar de Dam. Maken we eigenlijk de brug van herdenken op 4 mei naar het koesteren van de vrijheid op 5 mei. En om 12 uur wordt hier het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken door een Britse Tweede Wereldoorlog-veteraan. En daarmee start dan ook de bevrijdingsvuur met ruim 1700 lopers uit meer dan 90 gemeenten door heel Nederland. Dan hebben we 4 mei gehad. Wat gebeurt er op 5 mei? Nou, op 5 mei starten we in de ochtend met de vrijheidsmaaltijd. Eigenlijk zoeken we dan de doelgroep op die niet naar onze festiviteiten toe kunnen komen, namelijk de alleroudste. Dus gaan we met een vrijheidsmaaltijd gaan we langs vier verzorgingshuizen in Wageningen. En dan start om 12 uur weer het programma hier op het 5 meiplein. Met de nationale herdenking Capitulaties 1945. Voor mensen wel bekend met de bekende vlaggenceremonie. Eh, toespraak van de staatssecretaris. De commandant der strijdkrachten is erbij. En met uiteindelijk de militaire flypast. En als die is geweest, start rond vijf over half één, Iets eerder dan men in het verleden gewend was. Het bevrijdingsdefilé. Nou, we zijn echt ontzettend blij dat ook dit jaar er weer 20 Britse Tweede Wereldoorlog-veteranen onze kant op komen. En dat was nog best even spannend. Want op 6 mei wordt Charles gekroond. Dus we zijn heel blij dat ze dit jaar, ook dit jaar weer onze kant op komen. En na het start dan om 1 uur, kwart over 1, het Bevrijdingsfestival Gelderland. Wie treedt er allemaal op op 5 mei? Op 5 mei zijn de podia door de hele stad. 15 wel te verstaan. En dat is van nou, het Mainstage, waar bijvoorbeeld Goldband komt en Roxanne Hazes. Maar ook de Sven Hammond Big Band. Uh, tot aan hier op het 5 meiplein, waar uh, live muziek wordt gemaakt. Waar mensen ook even kunnen zitten en in rust van het festival kunnen genieten. Tot bijvoorbeeld uh, bluesmuziek bij de Patio. Wat we voor deze gelegenheid omdopen uh, tot het Jaap Meursplein. En de markt, uh, uh, het Zalverdaplein, uh, door de hele stad zijn, uh, is muziek te vinden. De horeca Wageningen werkt mee aan een uh, schoon 5 mei, heb ik me laten vertellen. Op wat voor manier? We hebben met 5 mei, of de stichting uh, Wageningen 4-5 en de horeca Wageningen afgesproken... dat we dit jaar gaan werken met een duurzaam systeem voor plastic bekers. Dat betekent dat voor elk bekertje 50 cent betaald wordt. En die moet teruggebracht worden naar de bar... En dan kan hem ruilen voor een schone nieuwe beker. Met andere woorden, je haalt een biertje, je betaalt voor je bier, je betaalt eenmalig 50 cent voor je beker. En de eerstvolgende keer dat je een nieuw drankje haalt, neem je vieze beker mee, krijg je een schone terug. Heb je geen vieze beker, kan je een beker oprapen van de grond en inleveren aan de bar, of je betaalt opnieuw 50 cent. Er waren in het verleden wat spanningen altijd tussen de horeca van Wageningen en de stichting Wageningen 4-5, zelfs zo erg dat er hier de spandoeken aan de gevels werden gehangen. Dit jaar zijn jullie wel tevreden, heb ik begrepen. Ja, Namens Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Wageningen, zijn de gesprekken en de samenwerking zijn prima dit jaar. En zover ik weet zijn er geen ondernemingen of ondernemers te ontevreden over de samenwerking. Wat gaat een biertje kosten op 5 mei? De uh, adviesprijs van Horeca Wageningen, de Koninklijk Horeca Wageningen, is 3,50. Maar elke ondernemer mag zelf bepalen wat hij met zijn prijzen doet. Dus dat kan verschillen. In verband met de veiligheid worden er per plein een maximum aantal bezoekers toegelaten. Hoeveel is er bijvoorbeeld hier op de markt? Vroeger was het hele, de hele binnenstad één evenemententerrein. Nu zijn het kleine evenementjes in de binnenstad. Elk evenement heeft een, uh, een toelating door middel van uh, poortjes. En hier specifiek voor de markt, dat betekent allebei de kanten, dat is oost en west, dus rond de kerk, uh, geldt een maximum van 4000 personen. Was de markt eigenlijk ook de place to be? Was het hoofdpodium altijd? Dat is niet meer. Verlangt u nog eens terug naar die tijd? Dat is voor iedereen persoonlijk. Veel ondernemers op de markt zouden dat graag terugzien die tijd dat het hoofdpodium hier stond. Maar dat is wel oude retoriek. Het is gewoon niet meer haalbaar binnen landelijke regelgeving en wetgeving om zulke grote evenementen op deze locatie te laten plaatsvinden. En volgens ons heeft Wageningen 45 een prima nieuw alternatief voor gevonden, iets buiten de gracht in het centrum. Voor de mensen die uit de regio naar het evenement op 4 en 5 mei willen komen, hoe zit het met de bereikbaarheid? De binnenstad is vanzelfsprekend afgesloten voor het evenement. Maar er zijn aan de randen van de stad zijn manier, zijn plekken om te parkeren. En we raden natuurlijk iedereen aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. En vanaf Ede Wageningen rijden er pendelbussen naar het evenement. Maar voor alle concrete en laatste informatie raad ik iedereen aan om even naar wageningen45.nl te gaan. Het thema is vrijheid, jij maakt het verschil. Hoe geven jullie daar vorm aan? Nou, het komt eigenlijk voort uit um, de boodschap van meneer Wolf. Meneer Wolf is een Tweede Wereldoorlog-veteraan en hij was twee jaar geleden onze eregast Tijdens de corona-editie hadden we één veteraan. Um, en toen vroeg ik hem na afloop, meneer Wolf, wat is nou verschil maken volgens u? En toen keek hij mij aan en hij zei, knul, je moet me niet van zulke moeilijke vragen stellen. Hij zei, wat ik in de oorlog heb gedaan is nadenken over goed en fout. En dat ben ik eigenlijk in de rest van mijn leven blijven doen. Gewoon door... Op dagelijkse basis na te denken: kies ik voor goed, kies ik voor fout, kies ik voor de makkelijke of voor de moeilijke weg. En ik denk dat dat een boodschap is voor iedereen die je op dagelijkse basis kunt toepassen, waarbij wij iedereen proberen aan te zetten om zelf het verschil te maken.